Ruim 300 coureurs reden zaterdag en zondag over de Varsselring in Hengelo tijdens de 55ste editie van de traditionele wegraces. Ruim 8000 motorliefhebbers genoten in de zon van de sport op het stratencircuit. We zijn er al maanden mee bezig en als het dan zo deze week zo dichterbij komt, dan wordt het natuurlijk een beetje spannend. En wat gaat het weer doen? Dat is vooral voor de bezoekers belangrijk dat ze hier komen kijken, maar ja, we kijken er al heel lang naar uit. Voor mij als rijder natuurlijk plezier, maar ook voor al het publiek wat komt kijken. Die hebben natuurlijk veel meer plezier als het zonnetje lekker schijnt, lekkere drankje op de tribune en dan mooie races kijken. Dit jaar reden er 305 rijders mee. Nooit eerder waren dat er zoveel. Door ziektegevallen in het bestuur van de HMOV stonden de organisatoren voor een flinke uitdaging. Maar ook daar zie je gelukkig bij onze vereniging dat andere mensen opstaan en daar taken opnemen. Dus in die zin was het even improviseren. Aan de andere kant kunnen we altijd terugvallen op een draaiboek van jaren. Dus de basis is altijd aanwezig, dus dat is fijn. Borculoer Den Besten, die voorheen voor Performance Racing Achterhoek uit Hengelo reed, voelt zich als een vis in het water op het Bronkhorster circuit. Ja, het is gewoon leuk. Het is voor mij kortbij. Heel veel kennissen, vrienden. Het is gewoon leuk om in je thuiscircuit als Achterhoeker gewoon goede prestaties neer te zetten. En dan dat de motorsport ook hier blijft bestaan en blijft beleven onder alle mensen, want het is een prachtige sport. De organisatie en rijders kijken terug op een geslaagd weekend op het circuit in Varssel. Als er geen grote ongelukken gebeuren, geen zwaar gewonden zijn en als het publiek en iedereen ernaast zijn zin heeft gehad, en dat is meestal met mooi weer, is dat het gelukkig het geval. We doen straks lekker barbecuen, hebben de kameraden voorbereid, lekker pulled pork, dus hartstikke fijn.